nog helemaal leeg om 4 uur, maar dat gaat straks enorm veranderen. Dient te gaan om verder te spelen, en dat is soms hier op sociëteit, en soms is dat, en dat is dan misschien een tipje van de sluier, in de stadsgehoorzaam. Dus na die plenaire vragen, het zijn er 2, gaan jullie eens weg te denken uit het Leidse en al helemaal niet uit de begroting van Isoria, want zonder de slag op Leiden gaat het hospice hartstikke dicht. Dus als ik 1 ding wil doen, los van alle sponsoren die ik nog ga bedanken, 1 applaus voor jullie zelf. Jullie zijn onze kurk. Ja, we draaien op jullie en ik hoop eigenlijk die magische opbrengst van vorig jaar in ieder geval te benaderen. Toen hadden we een voor ons record 55.000 euro. Ik reken er wel op, maar ik hoop er niet van, dat durf ik niet. Maar als ze daar in de buurt komen, heb ik natuurlijk een fantastische avond en het hospice ook. Dames en heren, dit is sowieso niet mogelijk zonder een aantal sponsoren. Door een iets professionelere bediening straks. Ik ga toch even vragen hoor. Als je zoveel noten koopt en je krijgt dit terug, wat gaat er door je heen? Ik hoor fantastisch, wat gaat er door je heen? Wat ik dit nog mag meemaken. Wat ik dit nog mag meemaken. Even laten horen. Wacht, want even voor Team Captains, we beginnen...
hier mag staan. In dit geval als voorzitter van de Driektovenvereniging. Ik heb ook wel eens daarboven gestaan. Als notaris moest ik loodjes en allerlei dingen controleren. Ik heb in de zaal gestaan. Nu in deze rol. En ik vind het geweldig en ik wil de organisatie ongelooflijk bedanken voor het feit dat deze organisatie met deze hele bijzondere slag aandacht geeft aan 450 jaar Leidens Ontzet. 450 jaar Leidens Ontzet, dames en heren, dat is iets wat we gaan vieren. Dat gaan we vieren met de stad, dat gaan we vieren met jullie. En dit is een van de hele mooie aftrappen, die mag ik geven. Ik wens jullie een hele mooie slag. Sla je slag, doe je best voor Isoria, voor het feest der feesten. En ik wens jullie voor nu al een heel goed ontzet. Veel plezier. Dankjewel. Dankjewel, Rick Kans. Hoeveel eentje? Geri. Het is klaar! Ja! Ja, stop met je kop! Nou, dan gaan we even helemaal achterlangs richting Hifi. En zo te horen is in Hifi ook heel gezellig. Het is wel spannend zo te horen. We gaan eens even kijken. Hou die duim erop, want dan gaat de meester niet klaar.
op dat duimpje en dit duimpje. Dat is namelijk de wind die de boot van de geuzen moet voortstuwen van Delft in de Bosbossen naar meer naar Leiden. Het land moet onder water. Als er geen water op het land staat, kunnen de geuzen niet varen. Lekker keeper. Het land moet onder water. Goed bijschadelijke. Lekker jongens, gaat goed zo. Kom op. Oké, ja. Ik denk dat er nu genoeg water zit in het land. Dat betekent, de geuzen gaan met hun bootje in het water in Delft en er wordt geblazen, want er is wind nodig. Als er geen wind is, gaan die boten niet vooruit. Bertram, hebben we gehoord? Kom aan, we gaan blazen! Ja! Oh. Nog een bootje. Leiden opzetten! Blazen! Om Leiden te bevrijden van de Spanjaarden. Die zuigen, blazen. Daar komt hij. Ja. Ja, en het is niet alleen in Minerva. Nee, we moeten ook nog even wandelen. Want in de Stadsgehoorzaal is ook nog van alles te doen. Nou kijk, je zou bijna denken dat het buiten 3 oktober is. We gaan eens even kijken. Jezus, wat is dit kansloos. Ja, we moeten dus van handhaving naar binnen toe. En dit is eigenlijk Leiden op zijn smalst, hè, waar we het laatst over hadden. Van de macht is gewoon helemaal niks meer in die stad. Zo triest. Nou ja. Hey Thijs, wat is er aan de hand dan? Ja, het is eigenlijk meer van hetzelfde. Dat is ook een beetje de reden dat Leiden culinair gestopt is. De handhaving komt langs. Dus zelfs bij de slag van Leiden moeten we met alles naar binnen. Ja. Want, een feestje bouwen in Leiden, ja, daar moet wel handhaving bij. Want anders, ja, ik weet het niet waarom. Ik heb geen idee. Triest. Hey, succes. Ja, dankjewel. Oké, hoi. En zijn zoon gaat hem opvolgen. Dat is een hoi. Rosalia, vergeet het soms te zeggen, dus je doet het nou. En trots op jou, die woorden die we tellen, dat ik van je hou. Zo trots op jou. En er komen soms de kranen, alles ging er na. Dat lijkt me best wel. Nee, oké. Ja, la. Frederik, lieve mensen op de VVD. Oh, I think you need it, babe. Ik vind het vreugdig dat je weg bent. Ik vind het echt een teringstreek. Leid hem uit te horen! Mari! Waarom heb je mij bedrogen? Kom weer bij mij, dan zal je nog niet zuiveren. Alleen maar bier, en die kun je niet laten staan.
Dit is dus de 3 oktober darkroom, want ze mogen dus 1 minuut kijken naar wat ze allemaal zien van dingen die met 3 oktober te maken hebben. En ze meteen gaat het licht uit en dan moeten ze gaan opschrijven buiten wat ze allemaal gezien hebben. En nu gaat het licht uit, hè? Dat duurt even, hoor. Dat duurt even. Nou, dan hebben ze geluk dat het even duurt. En dat was het. Thijs is degene die in staat is om mensen gek te maken, jullie allemaal om mee te doen, al die vrijwilligers van vanavond om mee te doen en tijd te spenderen, het idee te vormen, mensen gek te maken, koppeltjes te maken, lijntjes te leggen. Dat kan hij heel erg goed, dat heeft hij nu 12 jaar gedaan. Hij neemt geen afscheid hoor, laat dat duidelijk zijn, maar het is wel een jubeljaar. En daarom Thijs, willen we heel graag jou hartelijk bedanken vooral voor al je inspanningen,
voor je inspiratie die je gegeven hebt. En je krijgt een cadeau. Oh, je krijgt een cadeau helemaal voor jou alleen. En beschouw het als een bijzondere onderscheiding namens iedereen van de Slag om Leiden. Dankjewel. 2, 1. Ja, voor de mensen die mij kennen, weet dat ik er helemaal raak. Het is wel een avond van spel, plezier en vooral ook een enorm goed doel. En dat, ja, ik vind het echt super. Ik geniet daarvan. Ja, en zo moet het. Dit zijn onze fans. Applaus, dames en heren. Ik stuur ze langzaam het podium af. Het prijsje is onderweg en het is de Oscar. Alleen jij regelt dat, denk ik. Het komt goed, het komt goed. En dat is dus wel een podiumplek. De Centrum Showers! De Centrum Showers! Ja, zijn jullie er weer, jongens? Mag ik jullie een podium vragen? Actie van wereldformaat. En ik ga jullie allemaal de begeerde bijna winnaar van trofee overhandigen. De eerste is voor jou. Alsjeblieft. En pas op, want ze zijn vlijmscherp.